De erfgoeddag is toe aan de 16e editie met als thema rituelen. Maar wat is dat nu, erfgoed? Erfgoed mag je letterlijk nemen. Hetgeen we geërfd hebben van vorige generaties, van ons bomma dus. Je hebt enerzijds materieel erfgoed, monumenten, landschappen, kerken, maar ook gebruiksvoorwerpen, documenten en zelfs kunst. Anderzijds heb je ook immaterieel erfgoed, liedjes, verhalen en tradities. Allen samen noemen we dit het cultureel erfgoed. De bedoeling van de Erfgoeddag is ervoor zorgen dat we het cultureel erfgoed bewaren en herdenken. Daarom kan je zondag 24 april overal in Vlaanderen en Brussel terecht in bibliotheken, musea en culturele centra om erfgoed te gaan bewonderen. Hoezee! Zo kan je in Antwerpen een presentatie bijwonen over theaterkostuums en rituelen, in Brussel een tentoonstelling over Brusselse geboorterituelen en in Gent over rituele voorwerpen bij vondelingen. Ontdek het allemaal op de erfgoeddag.be.